Binnen 24 uur twee botsingen op het water. Vanmiddag tussen een vissersbootje en een binnenvaartschip. En gisteravond konden een cement- en zandschip elkaar niet meer ontwijken. De eerste peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn binnen. En het lijkt erop dat de strijd om de macht zich zal afspelen tussen de VVD en de PVV. En het staat bij de meeste mensen heel hoog op de lijst met ergernissen. Hondenpoep op de stoep. Marianne Nijman was er klaar mee en ze weet nu in ieder geval haar eigen stoep hondenpoep vrij te houden. Het is donderdag 2 maart. Dit is Flevoland. Goedenavond. Er is vanmiddag iemand gewond geraakt bij een aanvaring op het Gooimeer. Volgens omstanders gaat het om een botsing tussen een vissersboot en een binnenvaartschip. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Gooimeerdijk Oost, tussen Almere en Huizen. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt, waaronder twee reddingsboten van de KNRM Huizen en Blaricum. Ook is een traumahelikopter ingezet. De brandweer werd opgeroepen om te helpen om het slachtoffer op de kade te helpen, omdat die te hoog was om zelf op te klimmen. Een tweede opvarende raakte te water, maar die kwam snel veilig op de kant. En gisteravond was er nog een botsing op het water. Hier ging het om een cementschip en een zandschip. Dit ongeluk gebeurde op het IJsselmeer ter hoogte van de Maxima Centrale. Het cementschip maakte water en moest leeggepompt worden. De duikers hebben het gat kunnen dichten. Bij het ongeluk is olie uit de machinekamer in het IJsselmeer terechtgekomen. Rijkswaterstaat zocht vandaag met drones naar de plek waar die olie terecht is gekomen. Ook in de Flevokusthaven is olie terechtgekomen. Met een oliescherm wordt verdere verspreiding voorkomen. Op beide schepen waren 3 personen aanwezig. Er raakte niemand gewond. De VVD en PVV gaan over 2 weken in Flevoland strijden om de macht bij de Provinciale Statenverkiezingen. Althans, als je de peilingen mag geloven. Eén Vandaag en onderzoeksbureau Ipsos die deden onderzoek en deelden de uitkomsten met ons. Marjan van Ens, wat zijn de meest opvallende zaken die je daarin ziet? Wat opvalt is de tweestrijd tussen de VVD en de PVV. De VVD had in 2019 6 zetels en volgens deze peilingen zou de partij uitkomen op 7 zetels. De PVV behaalde in 2019 4 zetels en zou nu uitkomen op 6 zetels. Het zijn peilingen, je weet nooit of het exact zo uitkomt, maar de tendens is duidelijk. De coalitiepartij VVD wordt op de hielen gezeten door de oppositiepartij PVV. Kijken we naar Forum voor Democratie, de partij die 4 jaar geleden in 1 klap met 8 zetels in Provinciale Staten terechtkwam. Daar blijft, net als in de rest van Nederland, weinig van over. De partij keldert van 8 zetels naar 2 zetels in Flevoland. De afgesplitste partij JA21 doet het in deze peilingen ook niet goed. Die houdt 1 zetel over. Kijken we naar de Boer-Burgerbeweging, een interessante partij, vooral voor een agrarische provincie zoals Flevoland. De partij zou volgens de peilingen 3 zetels behalen. De partij krijgt dus een voet aan de grond hier, maar in vergelijking met andere landelijke gebieden doet de partij hier het een stuk slechter. Ja, van deze 5 partijen weten we nu dus hoe ze er in de peiling voor staan. Maar dan houden we nog 12 fracties over. En ook daarbij zitten winnaars en verliezers. GroenLinks doet het goed. De partij zou van 4 zetels in 2019 stijgen naar 5 zetels. Daarmee zou het een van de grotere spelers in de Flevolandse politiek worden. Ook groei wordt er voorzien voor 3 andere partijen. Voor de SP, D66 en de Partij voor de Dieren. Zij zouden allemaal van 2 naar 3 zetels stijgen. Een omgekeerde beweging zie je bij 3 andere partijen, namelijk de PvdA, het CDA en de ChristenUnie. Zij staan nu op 3, maar zouden juist dalen van 3 naar 2. Dan hebben we het nog over de staatkundig gereformeerde partij, een partij met een trouwe achterban van oudsher. En ook deze keer kan de partij op die achterban rekenen. Het blijft staan op 1 zetel. En ook nieuwkomer Krachtig Flevoland zou volgens deze peilingen kunnen rekenen op 1 zetel. 50PLUS zou volgens dit onderzoek dus verdwijnen uit de Staten. En ook voor de nieuwkomers Sterk Lokaal Flevoland en Belang van Nederland zou volgens de peiling geen plaats zijn in Provinciale Staten. Heb jij een idee wat voor gevolgen deze uitkomsten zouden hebben voor de vorming van een nieuw college van gedeputeerde Staten? Als je afgaat op deze peilingen zou het huidige college gewoon door kunnen gaan. Want het zou
als je kijkt naar deze peilingen, echt kunnen rekenen op een meerderheid van die 41 zetels in provinciale staten. Tel maar even mee. De VVD zou er 7 krijgen en GroenLinks 5. Dan zit je al op 12 zetels. Met de 3 van D66 erbij kom je op 15. En hoewel dus de overige collegepartijen ChristenUnie, PvdA en CDA allemaal een zetel verliezen, hebben ze samen wel 6 zetels. 15 plus 6 maakt 21 zetels. 21 van de 41 is dus een meerderheid in provinciale staten. De rechtse partijen, PVV, Forum voor Democratie en JA21, kunnen niet rekenen op zo'n meerderheid in provinciale staten als je afgaat op deze peilingen. En dus lijkt een college over rechts niet heel erg voor de hand te liggen. En daarmee kregen we al een kijkje in de mogelijke verkiezingsuitslag. Maar het blijven peilingen. Over 2 weken weten we natuurlijk pas echt hoe het uitpakt als de kiezer heeft gesproken. Een auto is gisteren een huis in de wijk tussen de Vaarten in Almere binnengereden. De schade aan de gevel is groot. Het incident gebeurde aan de Meindert-Hobbema-straat. De brandweer ging er naartoe om de woning te controleren. Er was 1 persoon aanwezig en niemand raakte gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Volgens een woordvoerder was de bestuurder niet onder invloed van drank of drugs. Het aantal leden van de Flevomeer Bibliotheek is in 5 jaar tijd met ruim 1000 gestegen naar 64.000. Meer dan de helft van de leden is nu jonger dan 18 jaar, terwijl in 2018 de meeste leden nog volwassen waren. Volgens de bibliotheek, die verspreid over Flevoland 7 vestigingen heeft, komt dat omdat jongeren elkaar op sociale media inspireren om te gaan lezen. Bijvoorbeeld door op TikTok met elkaar over boeken te praten. Ook het feit dat veel series van streamingdiensten gebaseerd zijn op boeken heeft volgens de bibliotheek invloed op het leesgedrag van jongeren. De politie heeft een paar tips gekregen over de ontvoering van een 15-jarige jongen uit Amsterdam. De zaak werd dinsdag besproken in Opsporing Verzocht. De jongen werd op 10 januari bevrijd uit een busje op de A27 bij Bilthoven nadat hij in de Amsterdamse wijk De Pijp was ontvoerd. Een 29-jarige Almeerder werd samen met een 36-jarige man uit Weesp en een 35-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Het vermoeden van de politie is dat er meer mensen betrokken zijn bij de ontvoering. De tips worden verder onderzocht. Het is een herkenbaar probleem. Ben je lekker aan het wandelen, trap je midden in de hondenpoep. Marianne Nijman uit Lelystad ergert zich daaraan. Haar stoep lag vol met hondendrollen, dus was het tijd voor actie. Nou, er zijn er een aantal die laten hier dus gewoon de honden uit en nemen het dan niet mee, met het gevolg dat iedereen erin staat en het gewoon een vreselijk smerig gezicht is. We hebben het over hondenpoep, hè? We hebben het over hondenpoep, ja. Marianne Nijman uit Lelystad is het helemaal zat. Ze deed haar tuinhekje open en liep recht in een verse hondendrol. En toen was ik er even helemaal klaar mee. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik doe het op deze manier. Kijken of het werkt. Marianne pakte poepzakjes en hing die aan een bord. En schreef er een boodschap op, gericht aan de hondenuitlaters. Er staat op, dit zijn hondenzakjes en dat zijn deze. Voor het geval dat de mensen niet weten wat een hondenzakje is, die een hond hebben. Ruim het op. Ja, dit is ASO op de stoep. Kinderen lopen erin, wij lopen erin. En dan kan je een andermans shit schoonmaken, want daar komt het uiteindelijk op neer. Want het was vaak raak, u heeft er wel eens vaker in gestaan. Ja, het is niet eerst, nee, als het de eerste keer was had ik zoiets van nou laat maar. Maar het is om de havenklap, ligt het hier. Het bordje staat nu een week tegen haar schutting. Om de actie nog meer kracht bij te zetten, werd in ieder hoopje op de stoep een satéprikker gezet. En tot haar eigen verbazing bleek de actie een succes. Als Marianne nu met haar eigen hondje Odie gaat wandelen, komt ze bij haar op de stoep geen drol meer tegen. Ja, het werkt. Je ziet het. Het is helemaal brandschoon hier. Had u dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Beetje een tip voor ook andere mensen die last hebben van poep op de stoep. Ja, ik vind van wel. Kijk op het gras, het is hier 10 meter verderop, nou 20 meter misschien. Kunnen ze ze uitlaten? Mogen ze ze los laten lopen? Nee, waarom hier? Het is eigenlijk simpel, ja, maar ik zou het toch eigenlijk wel een keertje aan hondeneigenaren willen vragen. Jongens, let er een beetje op. Met de campagne Vertel Eens gaan wethouders van Zeewolde de komende maanden de wijk in. Het is een pilot die gisteravond is afgetrapt in de Polderwijk, de nog altijd groeiende nieuwbouwwijk van het dorp. Doel is dat inwoners makkelijk in contact kunnen komen met de gemeente.
De buurt is uitstekend, de huizen zijn goed, al dat soort dingen meer. Maar we hebben wat andere probleempjes. Het is heel lastig natuurlijk om stilstand water in beweging te krijgen. Dat moeten we met elkaar oplossen. Dat bedoel ik. Het was een soort speeddaten. Een meet and greet met wethouder Erik van der Belt. Onder het genot van een kopje koffie, relaxed praten over wat er speelt in de Polderwijk. En tips voor hem konden op grote vellen papier worden opgeschreven. Wat me er dwars zit, dat er te weinig parkeerplekken zijn. Vooral dat de zwemwaterkwaliteit wordt verbeterd op het Landse Strand. Want dat schijnt nu nog niet goed genoeg te zijn. Ik heb ook jonge kinderen en we zouden graag willen zwemmen daar. Ik woon momenteel in een knarrenhof. Dat is een soort woongemeenschap voor ouderen. Dat is nu helemaal gerealiseerd. En we zijn eigenlijk aan het kijken en aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een tweede knarrenhof in Zeewolde. Mooie gesprekken en het is het begin van het luisteren naar de wijk. En ik ben er heel tevreden over. Ja, want dat was ook echt het doel, hè? De wethouder de wijk in. Niet om een verhaal te vertellen, maar om te horen wat vindt u belangrijk. Nou, u hoort dingen over parkeerplaatsen erbij, over de kwaliteit van het zwemstrand. En dat zijn dingen die hoor ik nu, die kan ik meenemen. Ken je al mensen die hier ook gaan wonen? Ja, ik heb het hele project. Ja. En eigenlijk al dus in zo'n appgroep, is wel heel leuk hoor. Okay. Het wijkwethouderschap is nieuw in Zeewolde. Zichtbaar en benaderbaar voor de wijk, dat is in ieder geval de bedoeling. En dat kunnen de inwoners van de Polderwijk wel waarderen. Heel goed idee, ja. Want ik denk dat dat makkelijker is om even naar hem toe te gaan dan naar het gemeentehuis. Lekker laagdrempelig, u kon zo naar binnen stappen en de wethouder staat. En een babbeltje maken en nou is het klaar. We zullen wel zien wat er van komt. Het is een nieuwe wijk, hè? Die is nog echt aan het ontwikkelen. Dus ook met de nieuwbouwwijken die klaarkomen, daar wil ik ook heel graag mee in gesprek. Van mensen komen uit heel Nederland, komen hierheen. Uit Amersfoort en Voorthuizen enzovoort. Nou, het is leuk om te horen, wat neemt u mee en wat gaat u geven aan ons dorp? Wat gaat u teruggeven? Dat is ook een sociaal dingetje. Ze hebben speelmaterialen, krijgen geen antibiotica en leveren oranje vlees. Ik heb het over de kippen van Oranjehoen in Zwifterband. Het is een duurzamere manier van kippen houden en dat lijkt succesvol te zijn. Het wordt uitgerold bij andere boerderijen. De boer laat zijn kippen groeien op basis van het zogenoemde vijfsterrenconcept. We hadden de 1-ster van een Beter Leven keurmerk zitten. Daarnaast hebben we nog een energie-neutrale boerderij als ster. Het lokale voer zonder soja, wat we erbij hebben. Geen antibiotica voor die kippen. En een andere kleur en een andere smaak voor die kip. Oranjehoen telt nu 35.000 kippen. Volgens Leenders zit het geheim in onder meer het voer. Het dieet van de kippen bestaat uit korrels vermengd met verse groenten, zoals wortels en bieten. Uiteindelijk wordt het kippenvlees oranje van kleur en heeft het een andere smaak. Ja, kijk, hier heb je 1-ster uit de supermarkt en hier heb je onze oranjehoen kip. Leenders probeert zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo komen de groenten die in het voer worden verwerkt van de eigen boerderij, van akkerbouwers uit de buurt en van afnemers van de kippen. Verder gaat de poep van de kippen naar agrariërs in de omgeving om daar de akkers te bemesten. De pluimveehouder streeft naar kringlooplandbouw en wil zo min mogelijk afval. Ik wil over 40 jaar nog steeds boer zijn hier. Dus ik moet niet alleen die kip duurzamer maken, maar moet heel die boerderij duurzamer maken. En met dit concept kunnen wij de eerste stap zetten. En hoop ik dat wij elk jaar nog weer een paar extra stappen kunnen zetten. Zodat we over een hele tijd niet alleen een duurzame kip, maar ook een duurzame sector en een duurzame boerderij hebben. Collega's hebben steeds meer interesse in zijn manier van werken. Vorige week ging een pluimveehouder in Barneveld met het concept aan de slag. En volgens Leenders komt er later dit jaar nog een ander bedrijf bij. De nieuwe bedrijven worden voorzien van zijn kippen en het speciale voer. Wanneer de kippen zijn volgroeid, kan hij de dieren terugkopen om ze vervolgens weer te verkopen aan zijn vaste afnemers. Op deze manier wil Leenders de pluimveesector helpen om te verduurzamen. Er komen nog zoveel uitdagingen aan die we als sector moeten oplossen. En dat maakt het ook dat we een hele mooie sector hebben. En we hebben hier een hele mooie manier gevonden om dat te kunnen doen. Die sterren die staan nu voor dit en we blijven ze altijd ontwikkelen. Zoals de energie-neutrale boerderij, dat wordt zometeen een klimaatneutrale boerderij. En ze zal het in de loop van de tijd continu doorontwikkelen. En dat is ook hetgene wat we graag willen. Het bedrijf in Zwifterband viel begin deze week nog in de prijzen bij een landelijke wedstrijd van de dierenbescherming. Oranjehoen won de zogenoemde Deltaplan Veehouderij Award 2023. De voetballers van Almere City spelen morgenavond de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. De Almeerders, die derde staan op de algemene ranglijst, doen ook nog volop mee in de strijd om de derde periodetitel. Het gaat de laatste tijd crescendo met Almere City FC en dus spat het enthousiasme eraf tijdens de trainingen.
Na de uitzege van vorige week bij Roda JC wacht nu de uitwedstrijd bij FC Dordrecht, dat één na laatste staat op de ranglijst. Maar in het verleden Almere vaak punten wist af te snoepen aan de Kromme Dijk. Aanvoerder Damien van Brugge is daarom op zijn hoede. Ik denk gewoon een lastige pot. Ik bedoel, kijk, ook al staan we wat lager. Dus je weet nooit wat je bij hun kan verwachten. De ene wedstrijd loopt als een trein en soms wat minder. Maar ja, we moeten ervan uitgaan dat ze tegen ons gewoon de sterren van de hemel gaan spelen. Ja, het is vaker een bananenschil voor Almere City gebleken, Dordrecht uit. Maar sowieso. Ik denk als je kijkt naar de laatste week hebben we al een paar keer wat punten laten liggen waar we dat eigenlijk beter niet hadden kunnen doen. Dus voor ons is het hartstikke belangrijk om morgen echt gewoon goed te spelen en te zorgen dat we winnen. Almere City trainer Alex Pastoor heeft FC Dordrecht natuurlijk goed geanalyseerd. De tegenstander kent weinig geheimen voor de oefenmeester. Nou, ik denk dat Dordrecht een ploeg is met een coach die ons goed kent. Dat zij Antoni. Ja, Michelis Antoni. Tim voetbalt het natuurlijk. Dus een 5-3-2 of een 5-2-3 verwachten we. Maar we zijn er net zo goed op voorbereid als dat ze een ander systeem zouden spelen. Voor de Spanjaard Pascu is het een bijzondere wedstrijd. Sí, la verdad, el año pasado jugué allí toda la temporada. Tengo buenos amigos y va a ser especial y sobre todo intentar ganarles. Volgens Pascu, die de laatste weken op de teampositie speelt, gaan de Almeerders zich de komende weken mengen in de strijd om promotie. Yo creo que estamos bien, estamos en el camino, hay que ir partido a partido y trabajando como estamos haciéndolo podremos conseguirlo. Almere staat derde op de algemene ranglijst, maar tweede in de strijd om de derde periodetitel die nog twee wedstrijden duurt. De achterstand op koploper ADO bedraagt maar één puntje. Wint Almere bij Dordrecht en verspeelt ADO thuis punten tegen Heracles? Dan ligt de derde periodetitel voor Almere volgende week thuis tegen Jong FC Utrecht voor het grijpen. Zo'n derde periode, ja, die kan je ook maar op zak hebben. En hoe je het ook wendt of keert, het is in deze competitie toch een prijs. En ik vind, we doen aan sport, we doen aan wedstrijden mee. Dus prestige. Alles winnen wat je te winnen hebt. Ja, de periode dat is leuk, maar uiteindelijk gaat het om waar we aan het einde staan. En de periode is mooi meegenomen voor de club, geeft een beetje aanzien. Maar wij focussen ons meer gewoon op de komende wedstrijden en waar we op het einde van het seizoen staan. Ik vind wel aan het einde van deze derde periode, dan kun je en zul je toch naar cijfers kijken. Maar met nog 12 wedstrijden te gaan geldt voor ons maar één ding. En dat is wat we al 26 wedstrijden doen. Dat is elke wedstrijd spelen om te winnen en niks anders. En dit was Flevoland Vandaag. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.